Voor veel mensen betekent het langer thuis blijven wonen met waar nodig hulp van zorginstellingen. Maar vooral ook van vrienden of familie. En dat betekent dat mensen veel vaker zelf op zoek moeten naar zorghulpmiddelen, zoals rollators, steunkousen en wandelstokken. Vroeger kon je die alleen halen bij speciale winkels, maar nu zijn ze zelfs te koop in bijvoorbeeld de bouwmarkt. Dit is een vrouwelijk urinaal, dus die kan zo gebruikt worden. En wordt dit nou veel verkocht? Dit wordt erg veel verkocht. Bij de bouwmarkt en bij de blokker en dergelijke zit het best voor artikel. Voor hoeveel? Voor 6,95. Thuishulpmiddelen zoals deze plasfles of dit soort messen, die verkoopt dit familiebedrijf uit Brabant al jaren. Vroeger alleen aan speciaalzaken. Maar tegenwoordig zijn ze steeds vaker te vinden in de gewone winkelstraat. Dat merk je absoluut. Mensen die dan langer thuis moeten blijven. Die gewoon dingen nodig hebben om niet altijd hulp te vragen van andere mensen. Dat de wetgeving wereldwijd eigenlijk verandert, maar vooral nu in Nederland, moeten mensen langer thuis blijven. Ze mogen niet meer naar een verzorgingshuis. En daarom wordt de groep voor deze producten veel groter. Het betekent wel nieuwe concurrentie voor de speciaalzaken. Wij bieden ook de goedkopere materialen, maar letten voornamelijk op de vraag van de klant. En dan kunnen we ook een beter alternatief bieden of eventueel ook een uitleenartikel wanneer dat voor de klant het best geschikt is. Ja. En dat kan de blokker niet? Dat kan de blokker niet. Want een urinaal van 6,95 is niet voor iedereen de beste keus. Voor mensen die misschien niet zo heel handig meer zijn, hebben we het urinaal met een terugloopbeveiliging. Wanneer iemand dat laat vallen of kantelen, loopt dat niet zo direct leeg. Ja. Prijsje? Een prijsje daarvan is dan €45. Mooi al die service, maar volgens deze ondernemer zit de groeimarkt echt bij de gewone winkels. Wij zijn de afgelopen 3 jaar verdubbeld qua omzet. We leveren op dit moment in 41 landen. En we zijn eigenlijk pas een beetje in de kinderschoen, dus we verwachten komend jaar nog flink door te groeien. Hij verwacht zijn spullen in veel meer winkels te gaan verkopen. Hij hoopt zelfs binnenkort in de supermarkt.